Steeds meer Nederlanders kampen met overgewicht. En op dit ogenblik is dat zelfs 50%. 1 op de 2. Dat is eigenlijk veel te veel. Ja, en hoe kom je dan van het overgewicht af? Dat is de vraag. En vaak is het easier said than done. Daarover praat ik met ervaringsdeskundige en consulente Tietja Melchiors. Tietja, goedemorgen. Naast dat jij consulent bent, ben je ook ervaringsdeskundige. Kun je mij daar iets meer over vertellen? Ja, ik ben eigenlijk vanaf mijn 18e heb ik altijd geworsteld met mijn overgewicht. En door allerlei redenen, studeren, werken, kinderen krijgen, kwam er altijd ieder jaar weer wat gewicht bij. Totdat ik 4 jaar geleden in aanraking kwam met het programma waar ik nu als consulent meewerk. En daar ben ik met heel veel succes 25 kilo lichter geworden. En ook 4 jaar ook op gewicht nu. En waarom pas 4 jaar geleden? Waarom niet eerder? Dat is eigenlijk ingegeven door privé situatie. Ik heb nog kleine kinderen. En ik liep tegenaan dat ik eigenlijk zo met mijn gewicht dat ik worstelde dat ik niet in pretparken meer in een stoeltje kon. Of niet meer met mijn kleine mannetje mee kon voetballen. Toen dacht ik, nu is het klaar. Nu wil ik er echt en voor altijd iets aan doen. En dat heb je gedaan? En dat heb ik gedaan, ja. En daar ben ik heel blij mee. En wat is nu precies, als grote organisatie zijnde, de toegevoegde waarde van het inzetten van consulenten zoals jij? De grote kracht van dit programma zit in de 1-op-1 begeleiding. Het feit dat je hier iedere week komt om je resultaten te bespreken, om te kijken hoe het met je gaat, waar je tegenaan loopt. Verder kan je de producten niet op internet kopen of in een winkel kopen. En door het hele land zitten 400 mede-consulenten. Ja. Dus in iedere stad waar je woont is er altijd lekker maar dichtbij één te vinden. Vinden mensen ook fijn? Juist. Kunnen ze op de fiets? Absoluut. En ze kunnen ook kijken wanneer het past, op welke data, welke dagen je kunt. Dus dat is wel... Ben je misschien ongenuanceerd gezegd een stok achter de deur? Ja, dat zeggen mijn klanten heel vaak. En dat werkt heel goed. Ja. Heb je dat zelf ook nodig gehad? In die periode zeker. En wat het mooie in het programma is, dat het houdt niet op bij het bereiken van je streefgewicht. Je mag hier altijd komen om je verhaal te vertellen. Hoe gaat het met je? Ja. En hoe hou je die gewichtsbeheersing in de gaten? Wat doe je inderdaad met die voeding? Waar kan ik je nog adviseren? Zorgen dat ze geen terugval krijgen en zo. Juist, ja. Dat is heel belangrijk, hè? Ja. Tietja, je bent consulente bij Cambridge Weight Plan. Wat is precies jouw doel? Wat wil je bereiken met je cliënten? Ik vind in eerste plaats is het belangrijk dat de klanten die hier komen, dat ze hun streefgewicht behalen. Maar het allerbelangrijkste vind ik dat wanneer mijn klanten klaar zijn in het programma, dat ze ook kijken en gekeken hebben naar hun levensstijl. Dat hun bewustwording met het maken van goede keuzes. Wat eet ik nou? Wanneer eet ik nou? Waarom eet ik nou? Dat echt beklijft en dat ze daardoor ook hun gewichtsbeheersing in de hand houden. En verder is het natuurlijk ook belangrijk dat de klanten iets van beweging gaan doen op het moment dat ze op hun streefgewicht zijn of in het proces dat ze daar naartoe gaan. Ja, je zegt volgens mij heel bewust bewegen en niet bijvoorbeeld sporten. Ja. Waarom doe je dat? Omdat ik bij heel veel klanten zie dat er zijn een aantal mensen die gewoon sporten echt niet fijn vinden. Die dat lastig kunnen combineren met hun dagelijkse bezigheden. Die daar bewegen in de zin van lopen, wandelen. Lekker het bos in met de hond. Pakken ze wat vaker de fiets. Juist. Ja. En dat is al zo belangrijk, want we hebben bijna allemaal zittende banen. En we bewegen gewoon te weinig. Te weinig, ja. Nou kan je verschillende programma's volgen via het Cambridge Weight Plan. Ja. Noem eens een paar. Er zijn eigenlijk 2 hoofdprogramma's in het Cambridge Weight Plan. Dat is het Cambridge 500 programma en het Cambridge 800 programma. Het Cambridge 500 programma bestaat uit een totaalvoeding van alleen maar maaltijdvervangers. Het voordeel daarvan is dat het heel snel en resultaat geeft.
Daar moet je wel een knop voor omzetten. Want staat die 500, sorry dat ik je interrompeer, staat die 500 voor calorieën per dag? Ja, dat klopt. 500 kilocalorieën per dag worden in 3 maaltijdvervangers. Neem je die tot je, daarin zitten alle voedingsstoffen die je nodig hebt. De eiwitten, de vetten, de vitamine en de mineralen. Het programma is verantwoord, snel en effectief en ook medisch helemaal getest en goedgekeurd. Nou, dat is wel belangrijk om te weten. Ja, niet dat je denkt van iets wat snel is, is niet goed. Nee, dus dat is inderdaad heel belangrijk. Ja. Daarnaast is er een Cambridge 800 programma. Dat kan je ook met 4 maaltijdvervangers per dag doen, maar eigenlijk kiezen al mijn klanten voor de 800 plus variant, waarbij je 2 maaltijdvervangers doet. En dat doen mensen eigenlijk 's morgens en 's middags. En 's avonds zelf een warme maaltijd klaar moet maken die 400 kilocalorieën maximaal bevat. Daar hebben we hele mooie receptenboekjes voor, waarbij je heel goed kunt variëren, maar ook bewust weer gaat kijken naar hoe doe ik dat nou met dat avondeten. Ja, want ik denk dat wat je net zegt, volgens mij is bewustwording ook erg belangrijk, hè? Ja, heel veel mensen zijn vergeten wat het is om gezond te eten. En die hebben misschien ook wel de indruk dat gezond eten helemaal niet lekker is. Ja, en dat is niet waar. Ik weet nog uit mijn eigen ervaring toen ik voor het eerst weer een appel at, dat ik dacht, wat is dit lekker. Lekker, ja. En heel puur een visje gillen zonder dat je daar een saus bij doet. Of in de frituur gooit. Juist. En dat is nou echt het mooie van het programma, dat je dat weer opnieuw leert. Ik word altijd heel blij van klanten die inderdaad terugkomen na zo'n eerste week 800 plus programma. En die dan zeggen, oh ja, zo was het. Vaak zijn, we weten de mensen de verhoudingen ook niet goed. Hè? Want groente eten blijft een lastig ding. En dat leer je ook in dat programma. Verder is het 800 plus programma ook nog aan te passen met extra fruit en zuivel. En dat ligt vaak aan mensen, als mensen bijvoorbeeld toch heel heftig erbij willen sporten. Dan is 800 kilocalorieën natuurlijk niet genoeg. Er zijn ook mensen die medicatie hebben, waarbij je heel goed moet opletten dat je niet te weinig calorieën binnenkrijgt. En die dan ook met de assistentie van de huisarts, hè, die weet op de hoogte van is dat ze dit programma gaan doen, die daarmee het gewichtsverlies bereiken. Maar is het ook zo dat Cambridge Weight Plan ook communiceert met de huisartsen? Nee, de klant zelf doet dat. Maar ik zeg altijd, als de huisarts een vraag heeft, laat hem bellen. Ja. Want het is heel belangrijk, zeker als er medicijnen zijn afgestemd op jouw gewicht, dat de huisarts op de hoogte is dat hij uiteindelijk of zij de medicatie moet aanpassen. En ik heb al bij heel veel klanten gezien dat zodra dat gewicht zakt, dat ze ook soms wel eens medicijnvrij kunnen zijn. Nou, dat is natuurlijk super. Goede ontwikkeling. Ja. Alle programma's kennen 4 fases die wel heel belangrijk zijn in het programma. De eerste fase is een voorbereidingsfase. Hoe ga je nou je lichaam erop voorbereiden dat je zo'n programma volgt? Maar vooral ook, hoe ga je je geestelijk voorbereiden? Niet heel onbelangrijk. Nee, dat is het belangrijkste. Want als je daar niet klaar voor bent, dan lukt geen enkel programma. En ook niet Cambridge Weight Plan. De tweede fase is het afslankprogramma. Nou, daar wordt iedereen altijd heel blij van, want dat gaat heel, heel gemakkelijk met Cambridge. De derde fase is belangrijk, omdat je daar in een afbouw- en een opbouwprogramma zit. In een fase waarbij je lichaam weer opnieuw wendt aan reguliere voeding. En de laatste fase, die eigenlijk het allerbelangrijkste is, is de gewichtsbeheersing. Waarbij je goed moet nagaan denken, wat doe ik nou? En hoe ga ik die voeding in mijn dagelijkse leven, in mijn sociale setting, hoe ga ik dat nu inplannen? Wanneer maak ik welke keuzes? En heeft het dan ook weer te maken met het aanpassen, dan wel veranderen van je levensstijl? Ja, zeker. Want als je doet wat je altijd al deed, verandert er niks. En dan ben je vrij snel weer op het gewicht waar je net met heel veel plezier afstand van hebt gedaan. Ja. Maar dat is eigenlijk de grootste uitdaging ook voor jezelf. Om te zeggen, ik wil dat oude gewicht niet meer. Maar hoe kan ik nou zorgen dat ik zo blijf? De keuzes maken, heel belangrijk. Wijbrand, kan je me iets meer vertellen over het ontstaan van Cambridge Weight Plan? Jazeker. Cambridge Weight Plan, zoals de naam al doet vermoeden, is ontstaan in Cambridge, in Engeland. Op de universiteit werkte een dokter, Dr. Alan Howard. En die heeft 40 jaar geleden het idee opgevat
om eens onderzoek te doen naar de meest ideale voeding voor een mens. Dus de juiste samenstelling, voedingsstoffen die een mens echt nodig heeft op een dag. En toen hij dat eenmaal uitgevogeld had, toen heeft hij daar een dieet van gemaakt door de vetten die we niet nodig hebben en de koolhydraten die we niet nodig hebben weg te laten. En na 8 jaar testen bleek hij het Cambridge dieet te hebben ontwikkeld. Nou, dat heeft hij op de markt gebracht in Engeland. Dat is een groot succes geworden in de jaren 80. En inmiddels wordt het in meer dan 35 landen over de hele wereld verspreid. En sinds 1997 ook hier in Nederland, hier vanuit Amersfoort, met nu 400 consulenten en meer dan 100.000 cliënten per jaar verzorgen wij het Cambridge dieet, wat inmiddels een echt programma is geworden. Het product is de basis, maar is slechts eigenlijk een onderdeel van het hele programma. Ja. Waarbij mensen bij een consulent in een 1-op-1 begeleiding worden begeleid naar een gezond gewicht. Ja, en ik hoorde net van Tietja dat alle consulenten zijn ook ervaringsdeskundigen. Ja. En dat is natuurlijk ook wel heel fijn. Hè? Dat is heel belangrijk, want het is een hele klus om gewicht te verliezen. Dat is heel complex. Dat heeft met allerlei dingen te maken. Niet alleen met voeding, maar ook met bewegen. En dat heeft ook vaak een mentaal proces zit eraan vast. En als jij zelf weet hoe moeilijk het is om gewicht kwijt te raken, dan kun je dat ook vaak goed overbrengen. Dus in trainingen en opleidingen, maar ook juist aan de voorkant bij de selectie, kijken we naar die cliënten die zeggen, ja, dit is fantastisch. Ik geloof helemaal in het product. Ik wil dit ook aan mijn vrienden toegeven of geven. En ik wil zorgen dat andere mensen geholpen kunnen worden, zodat ze ook een gezond gewicht kunnen krijgen. Ja, dat brengt me eigenlijk tot de volgende vraag. Wat is dan jullie visie en het beleid daarbij? Ja, nou, wat wij willen is eigenlijk de maatschappij een helpende hand uitsteken om te zorgen dat mensen van hun overgewicht kunnen afkomen. Want dat is eigenlijk wel een beetje dramatisch op dit ogenblik. Het is 1 op 2. Ja, de Wereldgezondheidsorganisatie heeft het als de ene grootste gezondheidsprobleem in de wereld gedefinieerd. Meer dan 50% in Nederland heeft overgewicht en daaruit komen allerlei klachten. En dat heeft niet alleen te maken met het bewegingsapparaat. Dat zijn soms ook hele vage klachten. En het is gewoon niet goed voor je lichaam overgewicht te hebben. Dus we hebben niet dé oplossing, maar we hebben een oplossing. En in de 18 jaar dat we nu in de Nederlandse markt opereren, zien we gewoon dat we mensen kunnen helpen. En dat is ook onze taak. Dat zit ook in onze bonen. Ja. En al die consulenten, jullie hebben er 400, zeg je net, in Nederland. Die zijn ontzettend belangrijk voor jullie. Ja. Ligt dat dus toe? Ja, die consulenten, dat is eigenlijk het onderscheidend vermogen van Cambridge Weight Plan. In deze wereld waar individualisering steeds verder gaat, hebben wij een programma met een 1-op-1 begeleiding, waarbij je met een ervaringsdeskundige, maar eigenlijk iemand die een klopje op de schouder geeft, die vertrouwen geeft. Of een stok achter de deur, hoorde of ik net. Of een stok, ja, die zijn er ook. Hè. Dat is, zijn mensen maar het is ook die, fijn als je dat hebt. Absoluut. En die zorgen ervoor met kennis en kunde. Hè, want die worden ook constant meegenomen in nieuwe ontwikkelingen, krijgen trainingen. Alle wetenswaardigheden die uit onderzoeken komen, die geven wij ook door aan onze consulenten, zodat ze up-to-date zijn om te zorgen dat die begeleiding kwalitatief goed is. En als wij de consulenten niet zouden hebben, dan zouden we maar een product zijn, zoals er zoveel zijn. Wel het meest geniale product uiteraard, maar die consulenten maken het verschil. Ja. Henk Willem, jullie gaan je ook focussen op de zakelijke markt. Hoe doen jullie dat en waarom? Ja, we focussen ons ook op de zakelijke markt. Hè, omdat we toch ook merken dat werkgevers heel erg met het probleem zitten van overgewicht op de werkvloer. We weten dat sommige branches zelfs 70% van het personeel overgewicht heeft. Denk daarbij aan het openbaar vervoer. Hè, waarbij bijvoorbeeld een buschauffeur de hele dag moet zitten. Geen mogelijkheid heeft om te bewegen. En daardoor een hele inactieve leefstijl eigenlijk al heeft. En als daardoor ook de energie laag is aan het einde van de dag. Hè, dan kunnen ze eigenlijk, is het ook moeilijk om 's avonds nog in beweging te komen. Om gezond te eten, hè, voldoende tijd en energie in je leefstijl te stoppen. En dan zien we toch dat daar echt een groeiend probleem zit. En daar willen we heel graag aan bijdragen. Hè. Die werknemers die voelen zelf ook, hè, dat als ze overgewicht hebben, dat ze daar zelf wel graag wat aan willen doen. En die werkgevers willen wij eigenlijk de mogelijkheid geven door met Fit in Business daar een mogelijkheid, een opening te bieden. Zodat ze eigenlijk een soort secundaire arbeidsvoorwaarden aanbieden aan hun medewerkers. Zodat ze kunnen werken aan hun eigen gezondheid en vitaliteit. Ja, dus de medewerker wordt daar 24 uur per dag beter van en de werkgever profiteert 8 uurtjes per dag mee. En zo steken we hem eigenlijk in. Hè. Dus we willen hem vooral op een positieve manier brengen naar de medewerker. Waar de werkgever uiteraard alleen maar blij mee is. Ja,
Gaan jullie echt op zoek naar samenwerkingsverbanden in die? Ja, we hebben een mooi programma ontwikkeld en dat hebben we niet alleen gedaan. Daarin hebben we ook Polar Nederland betrokken. Polar is vooral bekend van de hartslagmeters die ze ontwikkelen. Maar die hebben nu een activiteitenmonitor ontwikkeld. Een speciale armband die bijhoudt hoeveel je beweegt, hoeveel je zit, hoeveel uren je slaapt. En jou daar direct eigenlijk ook feedback op geeft. Hè. En daardoor ook de medewerkers de mogelijkheid kan bieden om... door die feedback direct actie te kunnen ondernemen. Ja. Dus door even op te staan, door te gaan bewegen. Dat lukt natuurlijk niet in alle beroepen. Ik noemde net de buschauffeur. Maar die armband die kan wel ervoor zorgen dat die buschauffeur zich bewust wordt van dat hij de hele dag zit. Hè, want hij krijgt een aantal waarschuwingen op die armband. En daardoor wel s'avonds denkt van hey, laat ik nou met de fiets naar het werk gaan als die mogelijkheid er is. Of voldoende bewegen in de sportschool bijvoorbeeld. Ja. Om ervoor te zorgen dat hij zo fit mogelijk om de job zijn werk kan blijven doen. Ja. Dat lijkt me wel heel prettig als je iemand hebt, in dit geval zo'n bandje, ja. die jou even attendeert op het feit van, joh, ja. kom even in ja. beweging of let even ja. op je voeding of ja. je ja. slaapt te kort ja. en je zit te ja. lang. En... Ja. Het is eigenlijk een soort personal trainer die je de hele dag bij je draagt. Hè. Daarnaast hebben we natuurlijk ook gewoon de 1-op-1 begeleiding van de consulent. Hè. Dus de consulent is er voor de medewerkers on the job. Hè. Dus we willen het liefste dat onze consulenten op het bedrijf komen om die werknemers te zien en om ze daar ook... Hè, niet alleen maar offline met de armband, maar ook mm-hmm. online 1-op-1 te kunnen begeleiden. En daar ook eventuele problemen waar werknemers tegenaan lopen, om die te kunnen bespreken. En om die ook die medewerkers te coachen om tot een goed resultaat te komen. En ja. jullie hebben genoeg consulenten zitten door heel Nederland. Ja. Dus ja. elk ja. bedrijf is bereikbaar. Elk bedrijf is bereikbaar. En we hopen natuurlijk ook dat bedrijven daar gebruik van gaan maken. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.